De meeste bewoners vluchten zelf de woning uit. Maar niet iedereen kan zichzelf in veiligheid brengen. Een aantal van de mensen daar hebben we met vluchtmaskers uit hun woning moeten halen. Een aantal mensen heeft rook ingeademd. Is gecontroleerd door ambulancepersoneel. En uiteindelijk zijn 3 mensen vervoerd naar een ziekenhuis vanwege rookinhalatie. Hoewel de brand snel kan worden geblust, is er wel de nodige schade. Ik ben ongeveer 10:30 of zo thuis gekomen en ik mocht van de politie niet eens in de straat. En toen wist ik dat er iets aan de hand was en dan ben ik een uurtje of zo daarna weer gekomen en dan heb ik dit gezien. Wat dacht je toen? Ja, hoe kan ik hier slapen? Want toen was er geen slot erop, niks. Maar grootste boosdoener is toch het roet. Ergste is alleen aan de voorkant. Mijn plafond hier en mijn voordeur. Alleen ja, een beetje van die roet en zo. En hier zie je ook. Hier was mijn furnacebak. Dus je ziet gelijk het verschil in kleur.